Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wil toch nog even terugkomen op die woontoren bovenop Cinerama. Ja, ik geloof dat u zegt, die kan tot max 100 meter zijn. Ja, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen op die locatie, hè, hoe dat zal zijn. Is dat nou nog steeds een wens van het college dat die op die plek gaat komen? Omdat ja, je merkt dat aan iedereen dat men veel meer is voor het behoud van Cinerama dan voor het toevoegen van een toren daar. Dus wat is de visie van het college op die plek voor een toren? Dat vraag ik aan de wethouder. Nou, de beste samenvatting is dat ik persoonlijk nog geen plan gezien heb. En ik begreep van de ambtelijke ondersteuning dat voor mijn tijd er al 4 of 5 keer is gestudeerd op die locatie. En het is hem elke keer niet geworden. En dat is denk ik ook niet voor niks, want het is een plekje waar je heel zorgvuldig mee om wil gaan. Tegelijkertijd maakt dit bestemmingsplan met die wijzigingsbevoegdheid tot 100 meter, die ook in het oude bestemmingsplan zat, wel degelijk een ontwikkeling mogelijk. Alleen dan wel met als uitgangspunt dat monument, zorgvuldig omgaan met het cinerama, het pand. En dan moet er een plan zijn, of liggen of ontwikkeld worden, wat overtuigend is. Het is heel moeilijk om op die plek iets te gaan bouwen wat er goed uitziet. Wat voldoet aan alle eisen en wensen van het bouwen van een flat. En snap je wat ik bedoel? In hoeverre is het nog een realistische gedachte om daar iets te gaan bouwen? Wethouder? Ik kan uw vragen nu niet beantwoorden, omdat ik nu geen concreet plan op die locatie voor heb liggen. En de vragen die u stelt en die mevrouw Kokkelkoren ook stelde, ja, die zullen dan ook beantwoord moeten worden. Nou goed, dan begrijp ik dat het zeg maar zichzelf niet echt doorzet. Dus ja, ik ben blij dat Cinerama daar goed uit de bus komt. En ja, ik moet zeggen, dat vind ik ook een hele leuke plek voor de stad. En dat moet gewoon zo blijven, wat mij betreft.